Hallo, welkom allemaal. Leuk dat jullie naar deze webinar zijn komen kijken. Ik zal me ten eerste even voorstellen. Ik ben Manon Kolsteren. Ik ben programmamanager en educational advisor bij de Fulbright Commission. En samen met mijn collega Melanie begeleid ik studenten die een studie in de VS ambiëren. Ik heb zelf een achtergrond in American Studies. Ik heb ook ooit zelf in Amerika gestudeerd. Dat is voor mij wel een tijdje geleden. Maar ik heb aan het College of Charleston in South Carolina gestudeerd. En dat is voor mij nog altijd een hele mooie herinnering. En ik vind het dan ook heel leuk dat ik nu met studenten kan werken en jullie kan helpen om een soortgelijke ervaring ook mogelijk te maken. En ik hoop dat deze webinar daarin voor jullie een eerste stap is, want dat is eigenlijk het doel van vanavond. En ik hoop dat je na afloop een beter beeld hebt van wat een bachelorstudie in Amerika je allemaal kan bieden. Maar dat je ook weet hoe je daar nu in verder kan gaan in dat proces en wat de vervolgstappen zijn. Nou, om te beginnen heel even kort het programma van vanavond. We beginnen met een algemene inleiding op studeren in Amerika. Dus ik ga bespreken hoe het onderwijssysteem eruit ziet en waarom dat interessant voor je zou kunnen zijn. Het tweede deel van de webinar is opgedeeld in 4 stappen. Te beginnen met je oriëntatie op de mogelijkheden, het onderzoeken van de universiteiten. Ik ga onder andere wat meer vertellen over de verschillende soorten universiteiten, waar je precies op moet letten als je kijkt naar universiteiten die misschien interessant voor je zijn. En ik ga ook bespreken hoe je uiteindelijk een shortlist samenstelt. En vervolgens zal ik bespreken wat er allemaal nodig is voor de aanmelding en welke bronnen er zijn om je verder op weg te helpen in het doorlopen van dit aanmeldingsproces. Maar eerst nog even een korte introductie van onze organisatie. De Fulbright Commission is een verdragsorganisatie tussen de Nederlandse en Amerikaanse overheid. En het Fulbright-programma werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht naar aanleiding van een plan van de Amerikaanse senator J. William Fulbright. Om te voorkomen dat er in de toekomst weer zo'n verschrikkelijke oorlog zou uitbreken als de Tweede Wereldoorlog, vond hij het belangrijk om het wederzijdse begrip tussen burgers uit verschillende landen te stimuleren. Nou, hoe kun je dat nu beter doen dan door een periode in elkaars land te studeren en te wonen, en elkaars cultuur op die manier te leren kennen. Dus bedacht senator Fulbright een studiebeursprogramma om het wederzijds begrip en ook de kennisuitwisseling tussen de VS en de rest van de wereld te bevorderen. Zo ontstond er ook een verdrag met Nederland en dat programma bestaat vandaag de dag nog steeds. Onze organisatie bestaat inmiddels meer dan 70 jaar, maar heeft nog altijd datzelfde doel als doel. Dus we werken met zowel Nederlandse als Amerikaanse studenten. We hebben onder andere een aantal beurzenprogramma's, waaronder de Fulbright-beurzen voor masterstudenten en het Campus Scholarship Program. En dat is een programma voor scholieren die een tussenjaar willen gaan doen, waarbij we helpen met het vinden van een plaats en het krijgen van een studiebeurs van de universiteit. Maar daarnaast zijn we ook het officiële Education USA Adviescentrum voor Nederland en geven we gratis advies over studeren in Amerika. Education USA is een wereldwijd netwerk van adviseurs die getraind zijn door de Amerikaanse overheid in het bieden van onafhankelijk, accuraat en up-to-date advies over het Amerikaanse hoger onderwijssysteem. Er zijn nu zo'n 425 adviescentra in 175 landen en de Fulbright Commission huisvest het officiële Education USA Adviescentrum voor Nederland. Momenteel werken we met 2 advisors en wij zijn er om jullie als studenten te ondersteunen bij het realiseren van je studieplannen in Amerika. Dat doen we door heel veel informatie te verstrekken, onder andere met deze webinar. Maar je kunt ook altijd bij ons terecht voor persoonlijk advies. We werken onafhankelijk. Dat wil zeggen dat we, anders dan bijvoorbeeld commerciële organisaties soms doen, geen overeenkomsten sluiten met Amerikaanse universiteiten. We ontvangen dus geen geld van universiteiten om jou daar te plaatsen. Dus stel dat je advies wilt over welke universiteit nou het beste bij jou zou passen, dan kijken we echt met je mee naar jouw wensen en doelen en niet alleen maar naar de universiteiten waar we toevallig een connectie mee hebben. Maar waarom zou je als Nederlands student nu eigenlijk in Amerika willen studeren? Want we hebben in Nederland immers ook opleidingen van hele goede kwaliteit. Nou, een van de redenen dat je in Amerika een studie zou kunnen overwegen is de diversiteit aan mogelijkheden die je daar hebt. Er zijn meer dan 4000 universiteiten in de VS en je hebt in die zin alleen al heel veel opties om uit te kiezen. Er is onderling een groot verschil tussen de universiteiten. Je hebt bijvoorbeeld grote staatsuniversiteiten, waarbij de campus bijna een stad op zichzelf is, heel veel onderzoeksfaciliteiten heeft. Maar je hebt ook kleine privéinstellingen met kleinschalig onderwijs en een heel persoonlijke benadering. Of misschien ben je op zoek naar een heel brede opleiding, waarbij je nog allerlei nieuwe vakgebieden kunt ontdekken. Of misschien juist het tegenovergestelde, weet je eigenlijk al wel waar je in wilt specialiseren.
en wil je een universiteit die heel gespecialiseerd is op een bepaald vakgebied. Nou, omdat het aanbod aan type universiteiten en soorten opleidingen in de VS zo divers is, heb je ook de mogelijkheid om heel gericht te zoeken op universiteiten die goed aansluiten bij jouw wensen, doelen en je persoonlijkheid. Het Amerikaanse onderwijs is wat anders ingericht dan in Nederland. En een van de dingen die anders is, is dat je in Amerika het liberal arts systeem hebt. Dus in Amerika heb je de mogelijkheid om je in de eerste jaren van je studie breed te ontwikkelen. Anders dan in Nederland het geval is, is een Amerikaanse bacheloropleiding dus niet specialistisch van aard. Dus als je in Nederland bijvoorbeeld geschiedenis studeert, dan is het grootste deel van je vakken daaraan gerelateerd. In Amerika hebben ze een ander uitgangspunt. En het achterliggende idee van de Amerikaanse liberal arts opleiding is dat je niet alleen veel over geschiedenis weet uiteindelijk, als dat je vakgebied is, maar dat je ook mee kunt praten over de natuurwetenschappen, de kunsten en dat je bijvoorbeeld veel weet van psychologie, politiek en economie. Dat alles leer je voordat je je verder gaat specialiseren in je eigen vakgebied. De Amerikaanse opleiding is dus anders opgebouwd. Dat zie je op de indeling van deze undergraduate fase, oftewel de bachelor fase. In de eerste 2 jaar van je studie volg je het core curriculum, waarbij je verplicht vakken uit allerlei vakgebieden volgt. In de regel volg je vakken op het gebied van kunst, letteren, talen, sociale en natuurwetenschappen. Maar het aanbod aan vakken is ook heel groot. Je hebt vaak honderden vakken om uit te kiezen. Dus binnen deze categorieën heb je ook veel vrijheid om je eigen vakkenpakket samen te stellen. En na die eerste 2 jaar studie ga je pas je hoofdvak kiezen. Dat noemen we de major. En naast de major volg je nog 1 of meerdere minors. Dat betekent dat je in de laatste 2 jaar van je studie ongeveer de helft tot 75% van de vakken binnen je hoofdrichting volgt. De rest volg je daar buiten. Maar er zijn bijvoorbeeld ook studenten die met 2 verschillende majors afstuderen. En dat mogen best 2 heel verschillende vakgebieden zijn. Je kunt bijvoorbeeld een bachelordiploma halen in sociologie en een bachelordiploma in journalistiek. En je hebt binnen het liberal arts systeem dus heel veel flexibiliteit om verschillende richtingen te combineren. En zo kun je ook op verschillende interessegebieden gaan specialiseren. Nou, soms kun je ook in de eerste 2 jaren van je studie je al verder in een bepaald vakgebied specialiseren. Bijvoorbeeld in het geval van een technische opleiding. Maar ook als je al direct een vakgebied kiest, volg je alsnog vaak zo'n kwart van je vakken buiten die directe specialisatie. Het voordeel van dit liberal arts systeem is dat het je de ruimte geeft om nieuwe interessegebieden te ontdekken. En daarnaast heb je altijd nog de kans om je studiekeuze bij te stellen. Stel je ontdekt iets wat je eigenlijk veel interessanter vindt, dan hoef je daardoor geen vertraging in je studie op te lopen. Daarnaast is er in het Amerikaanse onderwijs veel aandacht voor het ontwikkelen van talenten en vaardigheden. Dus de lessen zijn vaak kleinschalig. Ze zijn sterk gericht op het ontwikkelen van je kritisch denkvermogen. Dat betekent dat er veel wordt gediscussieerd en gedebatteerd tijdens de les. En daarnaast leer je heel goed vaardigheden zoals presenteren, schrijven, debatteren, noem het maar op. Maar naast je academische opleiding is er ook veel ruimte voor de ontwikkeling van andere talenten. Dus als je een speciaal talent hebt wat je graag verder wilt ontwikkelen in combinatie met je academische opleiding, dan krijg je in de VS veel ruimte om dat te doen. Stel je hebt een talent in de kunsten, muziek, acteren, dans, sporten. Als je dit op heel hoog niveau doet, dan heb je in Amerika veel ruimte en ook de faciliteiten om dit verder te ontwikkelen. En natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om tijdens je studie nieuwe talenten te ontdekken. Dus misschien ontdek je wel een geheel nieuwe sport of een passie voor het maken van films. Of leer je tijdens je studie hoe je een radioprogramma presenteert. Nou, het zijn slechts een paar voorbeelden van wat je allemaal zou kunnen doen. Want het aanbod aan activiteiten is heel erg groot. Wat het studeren in Amerika verder ook anders maakt dan een studie in Nederland, is het studeren en wonen op een campus. Ik noemde het net al even, er zijn heel veel faciliteiten. En je kunt een campus eigenlijk zien als een klein of een wat groter dorp met heel veel leeftijdsgenoten. En op de afbeelding zie je een voorbeeld van hoe zo'n campus eruit ziet. Amerikaanse universiteiten bieden alles onder 1 dak. Je woont op de campus, je woont vlakbij de lesgebouwen en de bibliotheek. Je eet er, er zijn sportfaciliteiten en ook allerlei sociale activiteiten. En ook hier, qua campusleven, is er heel veel diversiteit te vinden tussen universiteiten. Niet alleen qua aanbod van sporten en activiteiten, maar zo heeft ook iedere campus een eigen sfeer en een eigen ligging. En om een paar voorbeelden te geven, misschien wil je wel naar een kleinschalig liberal arts college en conservatorium in de Midwest. Zoals dit voorbeeld, Oberlin College in Ohio. Of je wilt naar een grote staatsuniversiteit, zoals de University of Colorado in Boulder, met meer dan 30.000 studenten en een hele mooie ligging in de bergen.
We zijn natuurlijk ook universiteiten in gezellige college towns, zoals de University of Texas in Austin. Of misschien wil je wel in een miljoenenstad studeren, zoals Chicago, waar meer dan 44 verschillende universiteiten gevestigd zijn. Maar je kunt ook kiezen voor een universiteit in een landelijk gebied. En je ziet hier de University of Maine, die heel erg mooi midden in de natuur ligt. Nou, dat is ook weer een heel andere ervaring. Nou, of de campus nu in een grote stad ligt of meer afgelegen, iedere campus biedt een groot aanbod aan activiteiten en studentenverenigingen waar je lid van kunt worden. Dus een gemiddelde universiteit heeft een paar honderd clubs of verenigingen op verschillende vakgebieden en interessegebieden. Soms is het direct gerelateerd aan je studie. Soms kun je activiteiten doen zoals schilderen, muziek maken, klimmen, skiën, noem het maar op. Of je maakt reisjes door het land met de International Club. Er is eigenlijk voor iedereen wat wils. Nou, dat maakt studeren in Amerika een bijzondere ervaring, waarin je compleet ondergedompeld wordt in de Amerikaanse cultuur, maar ook een groot internationaal netwerk opbouwt. Nou, verder hebben Amerikaanse universiteiten nu natuurlijk allemaal een health center. Dus stel dat je ziek wordt op de campus, dan kun je daar terecht voor een dokter. En tot slot zijn er allemaal faciliteiten om je bij je studie te ondersteunen. Er is een academic advisor waarmee je kunt overleggen over je vakken en je ontwikkeling en de studierichting die je uit wilt. Er zijn writing centers om je te helpen met het schrijven van je essays. Dus kun je bijvoorbeeld feedback geven. Er zijn career centers om je te helpen met het vinden van stages, om sollicitatiegesprekken te oefenen. En daarnaast heeft ook iedere universiteit disability offices, waar studenten met een functiebeperking altijd terecht kunnen voor begeleiding en extra ondersteuning waar nodig. En of dat nu een fysieke beperking is of een leerstoornis, Amerikaanse universiteiten hebben heel veel faciliteiten om daarin ondersteuning te bieden. Het toegankelijk maken van hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking is ook wettelijk vastgelegd in de American with Disabilities Act. En Amerikaanse universiteiten moeten dus aan iedereen faciliteiten bieden op de campus, zodat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Nou, mocht je hierover verder vragen hebben, kun je altijd contact opnemen met ons of met de universiteiten zelf. Nou, om dit verhaal heel even af te sluiten, is dit een korte samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen het Nederlandse en Amerikaanse hoger onderwijs. Een groot verschil is dat Amerikaanse universiteiten selectie aan de poort hebben. Amerikanen kennen geen centraal eindexamen voor de middelbare school, zoals wij dat hier in Nederland kennen. En je moet dus altijd toelating doen bij de universiteit, waarna de universiteit je aanmelding bekijkt en beslist of je wel of niet toelaatbaar bent. Nou, hoe dit selectieproces precies werkt, daar gaan we later nog veel uitgebreider over praten. Maar ik noem het even kort om aan te geven dat het een belangrijk verschil is met Nederland. En je hebt hierdoor te maken met een veel langer toelatingsproces, waardoor je eigenlijk meer tijd kwijt bent aan de aanmelding dan je voor een studie in Nederland zou zijn. Dat is alvast goed om te weten, want je moet op tijd beginnen met dit proces. Het is toch een andere situatie dan Nederland. En ook hier groeit het aantal studies met selectie aan de poort misschien een beetje. Maar voor de meeste studie is er vooralsnog een niet verplichtende studiekeuzecheck of matchingsdag. Een ander verschil is dat Amerikaanse universiteiten allemaal een sterke eigen identiteit hebben. Het komt ook deels omdat de opleidingen natuurlijk veel breder zijn. Dus een Amerikaan zal je niet heel snel vragen wat je studeert. De vraag zal eerder zijn aan welke school je studeert. En het idee dat iedere Amerikaanse universiteit een geheel eigen identiteit heeft en ook een eigen naamsbekendheid is in Amerika veel sterker aanwezig dan in Nederland. Nou, ik heb ook net uitgelegd dat het Amerikaanse onderwijs meer algemeen vormend is. Het is dus niet direct specialistisch van aard. Ik heb ook verteld hoe het liberal arts systeem is opgebouwd. Maar nog een ander ding is dat er in Amerika geen verschil wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld een HBO- en een WO-opleiding. En natuurlijk heb je wel onderlinge verschillen tussen de opleidingen. En de ene opleiding zal meer gericht zijn op het doen van onderzoek en voorbereiden op een PhD. Terwijl de andere opleiding misschien meer gericht is op het opdoen van praktijkervaring, het lopen van stages en dat soort dingen. Maar bij de meeste opleidingen kun je een combinatie van allerlei vakken volgen en wordt er niet direct onderscheid gemaakt in het type onderwijs dat je volgt. Een bacheloropleiding duurt in Amerika daarom altijd ook 4 jaar. Dat betekent ook dat je voor de toelating bij de meeste universiteiten zowel met een HAVO als een VWO of gymnasiumdiploma je kunt aanmelden. Er zijn een paar uitzonderingen voor de hele selectieve universiteiten waarbij je soms een VWO-diploma nodig hebt. Maar over het algemeen ben je met alle diploma's een aanmelding doen bij die universiteiten.
Het campusleven heb ik net uitgebreid besproken. Het is toch een heel andere ervaring dan studeren in Nederland. En het minst leuke verschil is dat de collegegelden in Amerika over het algemeen een stuk hoger zijn. Nou, je ziet hier een overzicht van de kosten van een bacheloropleiding. En we hebben hier onderscheid gemaakt tussen de kosten voor vertrek en kosten tijdens je verblijf. Want je moet er ook mee rekening mee houden dat je voor vertrek al kosten maakt. De kosten voor vertrek bestaan uit onder andere toelatingstesten. Daar kom ik later nog uitgebreid op terug. De application fees, dat is eigenlijk een soort administratievergoeding voor de universiteit om jouw aanmelding in behandeling te nemen. En die ligt tussen de $20 tot $100 per universiteit. En deze krijg je dus niet terug. En als je eenmaal bent toegelaten, heb je in de zomer nog kosten voor de visumaanvraag. We hebben ook tijd in dit overzicht opgenomen, maar ik noem dit om te benadrukken dat een aanmelding in Amerika heel veel tijd kost. Dan de kosten tijdens je studie. De kosten van een studie lopen sterk uiteen, zoals je ziet. De collegegelden zijn niet gestandaardiseerd in Amerika, dus de universiteiten zijn min of meer vrij om de hoogte hiervan zelf te bepalen. En dat betekent ook dat de kosten een belangrijke factor zijn in je zoektocht naar een universiteit. Nou, dit is een globaal overzicht van de kosten die je gemiddeld kunt verwachten. Het kan variëren van $17.000 per jaar tot meer dan 70.000. Nou, in het laatste geval ben je waarschijnlijk toegelaten tot een hele dure universiteit, maar heb je ook geen studiebeurs gekregen. En de kosten die je hier ziet zijn de kosten voor je collegegeld, de bijkomende fees. Die zijn voor alle faciliteiten die je op de campus hebt, waar je ook gebruik van kunt maken. Je kamerhuur, je maaltijden en bijkomende kosten voor verzekeringen, reizen en je persoonlijke uitgaven. Dus dat zijn eigenlijk al je kosten voor je levensonderhoud voor een jaar. Nou, om even een korte vergelijking te maken met de kosten die je voor een studie in Nederland zou maken, kun je kijken naar de cijfers van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Zij berekenen ook ieder jaar wat de kosten zijn van een uitwonende student in Nederland. Voor het studiejaar 2020-2021 berekenen zij gemiddelde uitgaven van €1.226 per maand. En dat is bijna €15.000 op jaarbasis. Als je dat omrekent naar dollars, dan is dat ongeveer $17.000. Het hangt natuurlijk een beetje af van de wisselkoers, maar ongeveer. Nou, dat zegt het al wel. Studeren in Amerika is eigenlijk bijna altijd duurder dan studeren in Nederland. Het zal in de meeste gevallen in ieder geval niet goedkoper zijn. Dus houd daar rekening mee. Maar als je goed zoekt, dan is het ook zeker mogelijk om betaalbare universiteiten te vinden. En gelukkig zijn er ook studiebeurzen. Je ziet hier een overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden. Er zijn voor een bachelorstudie helaas bijna geen beurzen van externe fondsen. Dat is voor een masterstudie anders, dan zijn er heel veel beurzen. Maar voor een bachelorstudie komen de beste beurzen van de universiteit zelf. Dat betekent dat je heel goed onderzoek moet gaan doen naar de beursmogelijkheden bij de universiteiten die je op het oog hebt. En daarbij zullen de mogelijkheden voor ieder individu anders zijn. Het is belangrijk dat je hierin ook de juiste match vindt. Met andere woorden, het is belangrijk dat je een universiteit vindt die natuurlijk voldoet aan jouw criteria en wensen. Maar het moet ook een universiteit zijn waar voor jou goede beursmogelijkheden zijn. Het heeft helaas weinig zin om je aan te melden bij een universiteit als je nu al kunt zien dat je dat niet kunt betalen en dat ze ook geen beursmogelijkheden voor je hebben. Nou, universiteiten bieden over het algemeen verschillende typen beurzen. Ik ga hier niet heel uitgebreid op in deze webinar. Er valt namelijk heel erg veel te vertellen over financiering. En dat is ook de reden dat we een aparte webinar over de financiering van je studie organiseren op 29 september. Dus mocht je hier meer over willen weten, dan kun je via de agenda op onze website inschrijven voor die andere webinar over financiering. Om de categorieën toch even kort toe te lichten, je hebt natuurlijk de bekende sportbeurzen. Dat zijn beurzen voor sporters op hoog niveau. Vaak moet je sporten op nationaal niveau en daar zijn best wel veel voorwaarden aan verbonden. Je moet onder andere geselecteerd worden door de coach, maar je moet ook academisch toelaatbaar zijn bij de universiteit. Dat zijn eigenlijk twee aparte toelatingen, waardoor er erg veel tijd in gaat zitten om een sportbeurs aan te vragen. Maar daarnaast heeft een universiteit ook heel veel beurzen op academisch gebied en dat noemen we meestal merit-based. In veel gevallen kom je bij de aanmelding automatisch in aanmerking voor merit-based beurzen. En die beurzen worden gegeven op basis van allerlei criteria. Bijvoorbeeld op basis van je cijfers, op basis van je testscores, maar ook als je bijvoorbeeld een speciaal talent hebt in muziek of in de kunsten, of als je tijdens je middelbare school iets bijzonders gedaan hebt, zoals vrijwilligerswerk, of heel veel leiderschapskwaliteiten hebt getoond. Dat zijn allemaal
dingen die in aanmerking kunnen komen voor een merit-based beurs. Need-based beurzen worden gegeven op basis van het inkomen van je ouders. Je moet daarvoor heel veel financiële gegevens aanleveren, waarna de universiteit een inschatting maakt van wat je ouders aan de studie kunnen bijdragen en wat zij verder nog moeten aanvullen. Voor deze beurzen dien je altijd een aparte aanvraag in, vaak via het CSS-profiel. Wat dit precies is, zullen we tijdens de webinar over financiering verder uitleggen. Maar het is wel goed om te weten dat slechts enkele universiteiten volledige need-based beurzen aanbieden. Dus vaak zal je een combinatie moeten vinden van verschillende beurzen. Maar het is heel goed mogelijk om een combinatie van need-based en merit-based beurzen te krijgen. Nou, tot slot bieden veel universiteiten speciale beurzen aan voor internationale studenten. En dit doet de universiteit om diversiteit en culturele uitwisseling op de campus te bevorderen. De Amerikaanse universiteiten doen dat graag. Die vinden het heel belangrijk dat er voor Amerikaanse studenten, dat zij ook in aanraking komen met andere culturen. En daarom zijn er ook veel beursmogelijkheden voor internationale studenten. Nou, andere financieringsbronnen zijn bijvoorbeeld Duo. Het is voor een diploma-studie mogelijk een studielening van Duo mee te nemen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Je opleiding moet onder andere worden goedgekeurd door Duo. Zij kijken bijvoorbeeld of je opleiding van vergelijkbaar niveau is met een opleiding in Nederland. En vaak kun je ook meer bijlenen op het moment dat je aan kunt tonen dat je collegegeld in Amerika hoger is dan Nederland. Verreweg de meeste studenten financieren hun studie met een bijdrage van ouders en familie of spaargeld. En tot slot kun je ook een bijbaantje op de campus zoeken. Veel campuses bieden de mogelijkheid om naast je studie wat bij te verdienen, maar houd er wel rekening mee dat dit bedrag beperkt is. Je moet er dus niet op rekenen dat je je hele studie met een bijbaan kunt financieren. Soms kun je ook vanaf het tweede jaar studiejaar als resident assistant werken. Dat betekent eigenlijk dat je het aanspreekpunt bent voor andere studenten in het gebouw. En in ruil daarvoor krijg je vaak kost en inwoning van de universiteit. Maar goed, hoe moet je nu verder? Zoals ik al gezegd heb, kost de aanmelding voor een studie in Amerika heel veel tijd. Het is dus belangrijk om op tijd te beginnen met de voorbereidingen. Idealiter begin je zo'n 18 tot 12 maanden voor je vertrek met je oriëntatie. Nou, deze tijdlijn is gebaseerd op 18 maanden voorbereidingstijd. Maak je niet al te veel zorgen als je nu al in je eindexamenjaar begonnen bent. Er is zeker nog tijd om je bij een Amerikaanse universiteit aan te melden. Maar het is wel belangrijk om dan nu met je oriëntatie te gaan beginnen. Nou, de eerste zaken om over na te denken zijn natuurlijk je budget. Zoals ik al een paar keer heb aangegeven, dit is een belangrijke factor in je zoektocht naar universiteiten. Het heeft geen zin om je bij een hele dure universiteit aan te melden. Als ze geen beurs hebben en je weet dat je het niet kunt betalen, dat gaat gewoon een lastig verhaal worden. Dus het is belangrijk om van tevoren de financiële mogelijkheden op een rijtje te zetten. Vervolgens, als je een beeld hebt van je budget, kun je een lijst van je overige wensen samenstellen. En op basis van die lijst beginnen met je onderzoek naar universiteiten. Nou, hoe je dat precies gaat doen, dat ga ik je straks uitgebreid vertellen. Maar eerst nog wat meer over de voorbereidingen. Je moet onder andere een aantal toelatingstests afleggen. Deze kun je in de zomer of in de herfst maken. Dus als je nu bijvoorbeeld in je eindexamenjaar zit, is het goed om heel snel naar de planning te kijken. Deze testen worden slechts een aantal keer per jaar aangeboden. Overigens is de kans groot dat als je nu een aanmelding wilt indienen voor een start in het najaar van 2021, dat je vrijstelling kunt krijgen voor een deel van de toelatingstesten. En dit doen universiteiten in verband met corona. Het aantal testdata is dit jaar erg beperkt geweest. Er worden ook nog wel eens testen afgelast. En daarom maken universiteiten voor komend najaar een uitzondering voor de algemene kennistoetsen. Dus het zou kunnen dat het niet nodig is dit jaar. Deze uitzonderingen gelden overigens alleen voor de kennistoetsen, niet voor de Engelse taaltest. Deze moet je altijd maken en die kun je tegenwoordig ook online maken. Als je nog niet in je eindexamenjaar zit, maar je wilt in een later jaar naar de VS, dan moet je gewoon plannen om alle toelatingstesten te gaan maken. De uitslag van de testen blijft 2 jaar geldig, dus stel je zit nu in 5 VWO, dan vind je het misschien prettig om de eerste toelatingstest komend voorjaar te maken. En dat geeft je ook de kans om de test eventueel opnieuw te doen als je score tegenvalt. Afhankelijk van de deadlines van de universiteit ga je in het najaar alle documenten verzamelen. Je hebt een aantal documenten van je school nodig, waaronder je cijferlijsten, referentiebrieven,
school profile zal ik straks nog allemaal uitleggen. Maar deze moet je ruim voor de deadlines van de universiteiten bij je school aanvragen. En verder zal je voor de meeste universiteiten 1 of meer toelatingsessays moeten schrijven. En ook dit is een heel belangrijk onderdeel van je aanmelding. Want het is de kans om jou, om van jezelf aan de universiteit te laten zien wie je bent, waar je interesses liggen en wat je doelen zijn. Nou, het is goed om ook hier op tijd mee te beginnen, want het is fijn als je de tijd hebt om meerdere versies te schrijven, er goed over na te denken, ze misschien nog een keertje door iemand te laten nalezen. En om je hierbij op weg te helpen, organiseren we ook een aparte webinar met de vertegenwoordiger van een Amerikaans college, Reed College. En die zal op 30 september gehouden worden. Dus mocht je meer willen weten over het schrijven van essays, kun je ook die webinar nog volgen. Nou, de toelatingsbeslissingen van de universiteit krijg je in het voorjaar, afhankelijk van de datum waarop je je aanmeldt. En de National Reply Date, dat is eigenlijk de datum waarop je je definitief inschrijft bij de universiteit, is 1 mei. Dat is een landelijke datum. Nou, na die tijd zijn er natuurlijk nog wat praktische zaken die je moet regelen voor je vertrek. In de zomer vraag je bijvoorbeeld je visum aan. Als je een studielening bij DUO aanvraagt, moet je een bewijs inleveren van je collegegeld. En je moet zorgen dat je goed verzekerd bent. Zeker in de VS waar de zorgkosten hoog kunnen uitvallen. Dus dat zijn zaken om goed op te letten. Nou, je vindt heel veel tips voor de voorbereiding van je vertrek op onze adviespagina. Fulbright.nl/advies. En om je even te laten zien wat je hier verder allemaal kunt vinden. Je kunt hier verder achtergrondinformatie vinden over het Amerikaanse hoger onderwijssysteem en het toelatingsproces. De tijdlijn die ik net besproken heb, die kun je hier ook terugvinden. En je vindt hier ook informatie over de financiering van je studie. En tot slot hebben we bij het onderdeel aanmelding, per onderdeel van de aanmelding, praktische tips en voorbeelddocumenten die je kunt downloaden, zodat je een voorbeeld hebt. Natuurlijk kun je ook altijd bij ons terecht met verdere vragen of als er nog onduidelijkheden zijn aan aanleiding van die informatie. Of als je vragen hebt over je persoonlijke situatie. Oké, en dan nu het praktische gedeelte, want hoe ga je dit allemaal aanpakken? Het is best een ingewikkeld proces, zoals je net gehoord hebt. Dus het is belangrijk om een planning op te stellen. En ik begin als eerste even met de toelatingstesten, want het is voor je planning best wel belangrijk om die op tijd in te plannen. Omdat het Amerikaanse onderwijssysteem dus geen centraal eindexamen kent, maak je voor de meeste universiteiten toelatingstesten. Deze gelden voor Amerikaanse studenten, maar ook voor internationale studenten. Bovendien maak je als internationale student een Engelse taaltoets. Nou, er zijn ook universiteiten die helemaal geen testscore vragen. Dus mocht je het niet zien zitten om de algemene kennistoetsen te maken, of je hebt er geen tijd meer voor omdat je wat later met je oriëntatie bent begonnen en er geen testdata meer vrij zijn, dan kun je overwegen om een aanmelding bij test optional schools te doen. En dat zijn universiteiten die geen algemene kennistoetsen vragen voor de toelating. Nou, een lijst hiervan is te vinden op fairtest.org. Zorg wel altijd dat je de informatie op deze website ook nog op de website van de universiteit nakijkt. Want het kan zijn dat het testbeleid ook weer verandert. Dus kijk altijd even goed bij de universiteit naar wat zij precies nodig hebben. Nog een kleine waarschuwing als je voor test optional schools wilt gaan. Het is in veel gevallen wel zo dat merit-based beurzen gegeven worden op basis van testscores. Het is niet het enige criterium, maar het is vaak wel een voorwaarde. Dus het kan zijn dat je wel kan worden toegelaten bij een universiteit zonder dat je deze testen maakt. Maar dat de beurzen alleen maar gegeven worden op basis van een testscore. Dus houd daar rekening mee bij je afweging om de testen wel of niet te maken. Als je de kans hebt om ze te maken, dan zou ik zeggen dat het altijd gunstig is om dat te doen. Maar weet dat er ook mogelijkheden zijn zonder dat je die testen hoeft te maken. Het kan alleen zijn dat de keuze van universiteit wat beperkter is en dat er wat minder beursmogelijkheden zijn. De Engelse taaltest is in bijna alle gevallen verplicht. Want een universiteit wil natuurlijk zeker weten voordat ze je toelaten of jouw Engels wel in voldoende mate beheerst om op academisch niveau les te kunnen volgen en met je klasgenoten te kunnen communiceren. Ik zeg in bijna alle gevallen, omdat er een paar uitzonderingen zijn. Stel je hebt je hele schooltijd een volledig Engelstalig programma gevolgd, dan kun je soms vrijstelling krijgen. Voor de meeste universiteiten geldt dat je minimaal 3 jaar volledig Engelstalig onderwijs gevolgd moet hebben. Bijvoorbeeld op een internationale school. In dat geval kun je vrijstelling krijgen.
die vrijstelling krijg je vaak niet als je een Cambridge-examen gedaan hebt of als je alleen IB Engels gevolgd hebt. Dus ook in dat geval zul je de TOEFL of een andere taaltest moeten afleggen. Nou, er zijn verschillende testorganisaties en aanbieders van Engelse taaltesten. De meest gangbare toets is de TOEFL, maar er zijn ook steeds meer universiteiten die de IELTS accepteren of Duolingo. Je kunt op de website van de universiteiten terugvinden welke testen zij accepteren. Als je nog niet precies weet waar je wilt gaan aanmelden, dan zou ik je aanraden om de TOEFL af te leggen. Want deze test wordt bij het grootste aantal universiteiten geaccepteerd en het is in Amerika ook de meest gangbare test. Het is in alle gevallen natuurlijk belangrijk om de test goed voor te bereiden. De meeste Nederlandse scholieren scoren overigens heel goed op deze test, maar een goede voorbereiding is altijd fijn. Het is een intensieve test van een paar uur met een lees-, schrijf-, spreek- en luistergedeelte. Is het fijn om alle onderdelen te oefenen, zodat je ook weet wat je kunt verwachten. En je kunt online heel veel oefenmateriaal vinden. Er zijn voorbereidende cursussen. Of je kunt oefenmateriaal downloaden via de testaanbieder. Je kunt de test meerdere malen afleggen als je dat wil. Dus stel dat je score tegenvalt, dan is het zeker waard om deze test over te doen. Bij sommige universiteiten kun je zelfs een extra beurs krijgen als je een sterke TOEFL-score hebt. Dus plan de test vooral op tijd. Want dat geeft je de ruimte om de test eventueel nog een keertje over te doen als de score je wat tegenvalt. Deze test blijft 2 jaar geldig en je hebt tegenwoordig vaak de optie om alleen je beste score door te sturen naar de universiteit. De algemene kennistoetsen zijn in sommige gevallen verplicht en soms optioneel. Zoals ik al eerder zei, als je je voor komend najaar gaat aanmelden, dus voor een start in het najaar van 2021, dan zijn er in veel gevallen uitzonderingen voor deze test in verband met de coronacrisis. Maar als het nog lukt om die testen wel te maken, dan zou ik je adviseren om dat te doen. Ook als een schooltest optional is, dan is het toch een stukje extra informatie dat de universiteit kan gebruiken om je aanmelding te beoordelen. Maar maak je voor dit najaar niet al te veel zorgen als het niet lukt. Nou, je mag zelf kiezen welke test je wilt maken. Er is een klein verschil tussen de ACT en de SAT. Het zijn allebei algemene kennistoetsen, maar de ACT heeft bijvoorbeeld een science onderdeel met natuurkunde en scheikunde en de SAT biedt dit niet. Dus de meeste scholieren met een NNT of een NNG-profiel geven de voorkeur aan de ACT. Als je wilt kiezen, dan raad ik altijd aan om gewoon een oefentest van beide testen te maken. En je kunt online allerlei gratis oefenmateriaal vinden. En dan kun je op basis daarvan beslissen welke test je het prettigst vindt. Waar je denkt een betere score op te kunnen halen. Beide testen hebben een optioneel essay. En houd er rekening mee dat als je bij de meer selectieve universiteiten wilt aanmelden, dat ze eigenlijk altijd dit optionele essay ook willen zien. Dus als je opties open wilt houden, dan is het verstandig om de test samen met het essay te maken. Nou, tot slot, als je aanmeldt voor een heel selectieve school of een meer specialistische opleiding, zoals bijvoorbeeld een College of Engineering, dan wordt er in sommige gevallen om subjecttests gevraagd. En dit zijn testen van ongeveer 1 uur en specifiek gericht op 1 vakgebied. Het onderwerp kies je natuurlijk afhankelijk van je vakgebied. Maar je kunt bijvoorbeeld een taaltest maken, zoals Duits of Frans. Of je maakt een extra wiskunde- of biologietoets. Het is niet mogelijk om de algemene SAT en de subjecttest op dezelfde datum te maken. Dus als je beide testen wilt gaan maken, dan moet je goed plannen op welke datum je de SAT en op welke datum je de subjecttest wil gaan afleggen. Per testdatum kun je 1, 2 of 3 subjecttests maken. Maar je moet even goed op de website van College Board nakijken welke subjecttests er op welke datum worden aangeboden. Ze worden niet allemaal op dezelfde data aangeboden. Nou, tot slot, heel veel studenten maken deze testen meerdere keren. Zeker als je aanmeldt voor een zeer selectieve universiteit en een hoge score nodig hebt, dan vind je het misschien prettig om de test vaker te maken. Dus als je nu nog niet in je eindexamenjaar zit, dan adviseer je om de test van tevoren al een keer te maken. En dat geeft je een beetje een beeld van de score die je hebt. Maar geeft je ook de kans om hem nog een keer af te leggen als je niet tevreden bent. En ook voor deze testen geldt dat de score een aantal jaren geldig blijft. Voor zowel de SAT als de ACT is dit tegenwoordig 3 jaar. Nou, tot slot zie je een overzicht van data waarop de testen komend jaar nog worden aangeboden in Nederland. Zoals je ziet worden ze maar een paar keer per jaar aangeboden. Dus zorg dat je de test op tijd inplant.
Het schema voor het najaar van 2021 wordt pas later bekend. Dus je kunt ook later in dat jaar de testen nog maken als je nu nog geen eindexamen doet. Nou, dat waren de testen. Dan wat meer over de deadlines, want Amerikaanse universiteiten bieden de optie om je voor verschillende deadlines aan te melden. De meeste universiteiten hebben een vroege deadline en een reguliere deadline. En die vroege deadline ligt altijd rond 1 november. Dus als je een favoriete universiteit op het oog hebt waar je echt heel graag naartoe wil, dan is het aan te raden om je voor een van die vroege deadlines aan te melden. En daarbij kun je onderscheid maken tussen early decision en early action. De early decision deadline is een bindende aanmelding. Dat betekent dat je op het moment dat je je aanmeldt eigenlijk nu al toezegt dat als die universiteit jou accepteert, dat je daar ook daadwerkelijk gaat studeren. Universiteiten weten namelijk ook dat jij je als student bij meerdere universiteiten moet gaan aanmelden. En deze deadline is voor jou een manier om te laten zien dat je echt heel serieus bent over deze universiteit. Je kunt een early decision deadline dan ook voor maar één universiteit gebruiken. Doe dit alleen als je heel zeker bent dat je echt naar deze school wilt. De early action deadline is ook een vroege aanmelding, die is wat losser. Vaak mag je hierbij bij meerdere universiteiten aanmelden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals bepaalde Ivy League universiteiten die weer restricted early action deadline hebben. Het is eigenlijk hetzelfde als een early decision deadline. Maar in de meeste gevallen kun je dit voor meerdere universiteiten gebruiken. En de early action deadline is handig om te gebruiken voor jouw andere favoriete scholen. Als je je vroeg aanmeldt, heb je natuurlijk ook de kans op meer beurzen. De beurzen zijn op dat moment nog niet allemaal verdeeld. Maar je hebt ook eerder duidelijkheid over de toelatingsbeslissing van de scholen. Dus als de financiën erg belangrijk zijn, dan is het goed om je op tijd aan te melden. En bovendien geeft dat je de gelegenheid om je daarna nog aan te melden bij een aantal andere scholen. Bij de reguliere deadline. De reguliere deadlines liggen vaak tussen 1 januari en eind februari, begin maart. Deze deadlines zijn nooit bindend, dus je kunt je altijd bij meerdere universiteiten aanmelden. Zelf weten hoeveel dat er zijn. En dat zijn de reguliere deadlines. Nou, tot slot zijn er ook deadlines voor de aanmelding voor studiebeurzen. Met name voor het aanvragen van Financial Aid, waarvoor je vaak dat CSS-profiel invult. Dat wisselt per universiteit. Dus in sommige gevallen willen ze tegelijkertijd met je aanmelding ontvangen. Maar in sommige gevallen heb je nog een aantal weken of zelfs een aantal maanden de tijd om deze financiële formulieren in te vullen. En houd er rekening mee als je bij de aanvraag van de beurs op financiële behoeften, dat je heel veel informatie over je financiële situatie moet aanleveren. En dat het heel erg veel tijd kost om deze formulieren in te vullen. Voordat je je verder gaat aanmelden bij de universiteiten is het natuurlijk belangrijk om goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Daar is belangrijk dat je een good fit vindt, zoals de Amerikanen dat zeggen. En good fit betekent eigenlijk dat de universiteit voldoet aan jouw eigen wensen en criteria, maar dat jij andersom ook aan de toelatingsvoorwaarden van de universiteit voldoet. Met andere woorden, je moet universiteiten vinden waar je een realistische kans op toelating hebt, op basis van onder andere je cijfers en testscores, maar ook je verdere profiel. En natuurlijk moet je er zelf graag willen studeren. Omdat er zoveel mogelijkheden en type opleidingen zijn, is het goed om eerst na te denken over de factoren die voor jou van belang zijn en deze op een rijtje te zetten. Hierbij kun je denken aan het budget en de beursmogelijkheden, maar zeker ook naar wat voor universiteit ben je eigenlijk op zoek. Is er een bepaalde studierichting waar je in geïnteresseerd bent? Of zijn er andere activiteiten die voor jou van belang zijn, zoals een bepaalde sport of andere interesses? Je kunt nadenken over het soort opleiding, dus wat voor diploma wil je eigenlijk behalen en wat is de beste route daar naartoe. Je kunt kijken naar het type school, wil je bijvoorbeeld naar een publieke universiteit of een privé universiteit, een grote school of een wat kleinere school. En verder kun je kijken naar het academisch profiel, de sfeer, de locatie en de rankings. Nou, tot slot moet je natuurlijk ook aandacht besteden aan de selectiviteit van de school en jouw eigen toelatingskansen realistisch bekijken. Weer even terug naar de opbouw van het Amerikaanse hoger onderwijs. Hier zie je weer dat het toch wat anders is ingericht dan het Nederlandse systeem. En ik heb al eerder genoemd dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld HBO en WO-opleidingen. Maar daarnaast ziet het traject van een bepaalde opleiding, of een bepaald vakgebied er in Amerika soms anders uit dan in Nederland.
Als je bijvoorbeeld rechten of geneeskunde wilt studeren, dan kun je dat in de VS bijna niet tijdens de bachelorfase doen. Je kunt een voorbereidende studie volgen, zoals pre-med of pre-law, maar zowel geneeskunde als rechten zijn in Amerika specialisaties die je pas na het afronden van je bacheloropleiding gaat doen. Je rond eerst een bacheloropleiding af in pre-med of pre-law of een heel ander vakgebied en daarna doe je pas toelating voor een law school of medical school. Dit zijn lastige vakgebieden om in Amerika te doen. Dus als dit je ambitie is, een van die twee gebieden, dan moet je rekening houden met een veel langere studietijd en een veel kostbaarder opleidingstraject. Bovendien moet je onthouden dat je geen garantie hebt dat je na het afronden van je opleiding in Amerika een verblijfsvergunning krijgt om aan het werk te gaan. Dus als je een diploma hebt van een Amerikaanse universiteit, is dat geen garantie dat je ook een verblijfsvergunning krijgt. Tevens heb je niet de garantie dat je Amerikaanse opleiding automatisch in Nederland wordt geaccepteerd. Dus als je een van deze vakgebieden overweegt, dan moet je heel goed onderzoek doen naar de mogelijkheden. Wat jij daar eigenlijk uit wil halen, wat je toekomstdoelen zijn. En voor deze studies geldt eigenlijk dat het in de meeste gevallen beter is om deze op bachelorniveau in Nederland te doen. Voor andere studies geldt dat het opleidingstraject soms vergelijkbaar is met dat van een Nederlandse opleiding. Maar je moet er wel rekening mee houden dat de aansluiting op een Nederlandse masteropleiding bijvoorbeeld ook niet altijd even vanzelfsprekend is. Dus dat betekent dat je in sommige gevallen een schakeljaar zou moeten doen. Dat heeft ermee te maken dat een Amerikaanse opleiding soms breder is. Maar het ligt er ook maar net aan hoe goed jouw vooropleiding aansluit op je uiteindelijke masteropleiding. Je kunt natuurlijk ook je hele opleiding in Amerika doen. Van bachelor tot master, tot misschien wel PhD. Het Amerikaanse onderwijs is zo ingericht dat je het op meerdere manieren kunt doorlopen. En als je als Amerikaanse student klaar bent met de middelbare school, heb je eigenlijk twee opties. De eerste optie is dat je direct begint in een vierjarige bacheloropleiding en een vierjarige school. Maar een andere optie is dat je bijvoorbeeld begint aan een community college, waar je eerst een associate's degree kunt halen en daarna alsnog kunt doorstromen in het derde jaar van een bacheloropleiding. Een community college verschilt op een aantal punten van een bacheloropleiding. Community colleges hebben heel erg inclusie als uitgangspunt. En dat betekent dat ze vaak met open admission werken. En open admission wil zeggen dat als jij als student aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, ze je ook automatisch toelaten tot de opleiding. In die zin is dat toelatingsproces meer vergelijkbaar met een opleiding in Nederland. Het toelatingsproces is dus eenvoudiger. Je hoeft vaak minder testen af te leggen. En een ander voordeel is dat ze vaak goedkoper zijn dan vierjarige colleges. Nou, een nadeel van een community college voor veel Nederlandse scholieren is dat het niveau wel wat lager ligt als je HAVO of VWO gedaan hebt. En dat ook niet iedere universiteit, niet iedere community college een campus heeft. Dat zijn vaak wat meer lokale scholen en daardoor wonen veel studenten nog thuis of in de buurt. Het zal dus ook qua campusleven een andere ervaring bieden dan een vierjarig college. Wel hebben community colleges vaak transfer agreements met vierjarige universiteiten. En dat betekent dat je bij het behalen van goede cijfers eigenlijk automatisch toegang krijgt om door te stromen in het derde jaar aan die universiteit. En in sommige gevallen kun je vanuit de community college doorstromen naar behoorlijk selectieve Amerikaanse universiteiten. En dus ook afstuderen met een bachelor diploma van die universiteit. De community college kan daarom een goed alternatief startpunt zijn. Je kunt proberen als je niet direct wordt toegelaten tot een vierjarige instelling van je keuze, maar er is wel een goede transfer agreement, kun je het op die manier alsnog proberen. Maar het kan ook een alternatief zijn als je de kosten en de toelatingsprocedure van een vierjarige opleiding niet ziet zitten. Dat was even wat informatie over de verschillende opleidingstrajecten. Maar naast het traject dat je wilt volgen en hoe dit in jouw toekomstplannen past, kun je natuurlijk ook kijken naar een type universiteit. Dus misschien heb je een voorkeur voor een privéuniversiteit of misschien wil je juist naar een staatsuniversiteit. Er zijn een aantal verschillen tussen de privé- en staatsuniversiteiten. De staatsuniversiteit is vaak gericht op het bieden van onderwijs aan de studenten uit die staat. Dus dat zijn vaak wat grotere instellingen, hebben veel studenten. En een ander groot verschil is de manier waarop deze twee instellingen gefinancierd worden. Een staatsuniversiteit ontvangt deels subsidie van de staat voor het onderwijs. En je ziet ook bij een staatsuniversiteit dat ze vaak twee tarieven hanteren voor studenten. Er is een lager tarief voor inwoners uit die staat. En er is een wat hoger tarief voor studenten uit andere staten en internationale studenten.
Nou, dat heeft ermee te maken met die manier van financieren. Studenten die namelijk in die staat wonen, of wiens ouders daar wonen, die hebben al een hele tijd belasting betaald in die staat en op die manier al indirect bijgedragen aan dat onderwijs. Dus vandaar dat inwoners van de staat vaak een lager tarief betalen. De staat bepaalt verder de maximale hoogte van het collegegeld, waardoor het collegegeld eigenlijk altijd lager is dan aan een privéinstelling. Privéuniversiteiten zijn vaak wat kleinere instellingen. Er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen, maar zijn wat meer gericht op kleinschalig onderwijs. Maar ze bepalen helemaal zelf de hoogte van het collegegeld. Dus daarom zie je vaak dat een privéinstelling hogere collegegelden vraagt dan een staatsuniversiteit. Ter compensatie daarvan bieden ze soms ook hogere beurzen. Dus het kan best dat je een aanmelding indient bij beide universiteiten, dat je uiteindelijk op dezelfde kosten uitkomt. Nou, het verschil in collegegelden zegt niets over de kwaliteit van de opleiding. We zijn soms geneigd dit te denken. Dat gevoel dat een duurdere opleiding misschien ook wel van hogere kwaliteit is, dat is een beetje een mythe. Een hoog collegegeld zegt eigenlijk niets over de kwaliteit, maar het heeft puur te maken met die verschillende manieren van financiering van het onderwijs in Amerika. Natuurlijk is er wel een verschil qua grootte en qua sfeer. Zoals ik al zei, privéuniversiteiten zijn vaak wat kleiner. Kleine klassen met ongeveer 10 tot 15 studenten. Je hebt veel persoonlijk contact met de professors. En een staatsuniversiteit is vaak wat groter. Het onderwijs in Amerika is sowieso kleinschalig ingericht. Maar er zullen meer studenten zijn, grotere afdelingen. Dus je zult als student aan een grote staatsuniversiteit wat minder begeleiding krijgen. En moet daarom ook wat steviger in je schoenen staan. Daar kun je je voorkeuren in hebben. En een andere factor is het academisch profiel van de universiteit. En dit kan natuurlijk ook sterk per universiteit verschillen. Misschien ben je op zoek naar een bepaald type opleiding. Zoals een liberal arts opleiding of juist een meer gespecialiseerde school. Of een universiteit die meer onderzoeksgericht is. Daar zijn ook allerlei verschillende programma's in te vinden. En om je weer even wat voorbeelden te geven. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar een specialist school. Zoals het Florida Institute of Technology. Mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in engineering of technische opleiding. Die vinden dit soort scholen misschien interessant. Omdat het je in staat stelt om je eigenlijk al vrij vroeg in je opleiding in een technische richting te specialiseren. Maar misschien ben je wel geïnteresseerd in een kunstopleiding of een creatieve opleiding. Dan kun je kijken naar een College of Art and Design, zoals hier in Savannah. Je ziet hier een kort overzicht van een aantal majors die deze universiteit biedt. En dat geeft je een beetje een beeld van alle verschillende creatieve richtingen die je op zo'n Art and Design College uit kan. Ik noemde het net al, misschien wil je naar een universiteit die heel erg gespecialiseerd is in het doen van onderzoek. En wil je juist de mogelijkheid hebben om in je bacheloropleiding al onderzoek op te doen. Dan kun je kijken naar een universiteit die veel onderzoeksmogelijkheden voor undergraduate studenten biedt. Zeker niet iedere Amerikaanse universiteit biedt die mogelijkheid om op bachelorniveau onderzoek te doen. Dus in die zin zou je moeten kijken naar een school die hierin echt gespecialiseerd is. En dat zou dan een criterium moeten zijn in je onderzoek naar de universiteit. Anderzijds wil je misschien de mogelijkheid om heel veel praktijkervaring op te doen tijdens je studie. Dan kun je zoeken naar een universiteit met heel veel stagemogelijkheden. Universiteiten bij grote steden hebben bijvoorbeeld vaak veel connecties met bedrijven in de stad. Zoals Drew University in New Jersey. Die heel veel programma's in New York City hebben. Nou, je ziet hier een voorbeeld van wat ze allemaal hebben. Bepaalde career communities. Je krijgt bijvoorbeeld een mentor op jouw vakgebied waar je mee kunt praten. Je kunt stages lopen. Dat soort dingen. Er zijn bijvoorbeeld in Californië weer universiteiten die veel connecties hebben met Silicon Valley. Dat zijn allemaal factoren die je kunt overwegen in je zoektocht naar het type universiteiten. Veel studenten kijken ook naar rankings. Een van de meest bekende voorbeelden van rankings is natuurlijk de Ivy League. En een heel klein beetje geschiedenis te geven. De Ivy League was traditioneel een sportbond, maar is in de loop van de jaren eigenlijk synoniem geworden voor de topuniversiteiten in de VS. De Ivy League zijn 8 universiteiten, allemaal gelegen aan de Oostkust. Het zijn universiteiten met een zeer grote naamsbekendheid, maar de toelating is ook zeer competitief, waardoor je toelatingskansen bij deze universiteiten altijd klein zijn. Maar er zijn ook andere lijsten, andere rankings. Je hebt bijvoorbeeld de lijst Colleges That Change Lives. En een voorbeeld daarvan is het College of Worcester, wat ik net liet zien.
Deze lijst is samengesteld door een journalist van de New York Times. Eigenlijk in reactie op die nadruk die er altijd ligt op de Ivy League scholen. Dus de Colleges That Change Lives is een lijst van 40 kleinere liberal arts colleges. Die volgens de schrijvers en enkele andere onderwijsdeskundigen eigenlijk net zo goed onderwijs bieden als een Ivy League universiteit. Maar een stuk toegankelijker en minder selectief zijn voor studenten. Nou, verder heb je een groot aantal publicaties die zich bezighouden met het ranken van universiteiten. De bekendste hiervan zijn US News, de lijst van Best Colleges en de Princeton Review. Maar er zijn in totaal meer dan 60 organisaties die zich bezighouden met het ranken van Amerikaanse universiteiten. En over rankings zijn de meningen sterk verdeeld. Wij adviseren altijd om rankings met een klein korreltje zout te nemen. Je moet namelijk ook heel goed kijken waar die rankings op gebaseerd zijn. Soms is een universiteit heel hoog aangeschreven op een bepaald vakgebied, maar geldt dat niet per se voor het vakgebied dat jouw interesse heeft. Of een universiteit staat heel goed aangeschreven voor zijn masteropleidingen, maar dat geldt niet per se voor de undergraduate opleidingen. Andere criteria zijn bijvoorbeeld financieel. Als je kijkt naar de criteria van US News, dan kijken ze bijvoorbeeld naar de hoogte van het salaris van de professors of hoeveel donaties een universiteit van oud-studenten ontvangt. Nou, dat zijn factoren die niet altijd rechtstreeks iets zeggen over de kwaliteit van de opleiding. Het zegt misschien iets over geld dat beschikbaar is voor de opleiding en voor onderzoek, maar het staat niet altijd in directe relatie tot de kwaliteit van de lessen of de ontwikkelingsmogelijkheden die er voor je zijn. Nou, een ander criterium is bijvoorbeeld ook naamsbekendheid en ook dat is natuurlijk enigszins te manipuleren met grote marketingbudgetten. Om je een voorbeeld te geven van hoe rankings werken, kun je zien, en ik heb hier College of Worcester weer als voorbeeld genomen, dat een universiteit heel verschillend in de rankings naar voren kan komen op basis van de criteria die je gebruikt. Als je kijkt naar de landelijke universiteiten, dan staat de universiteit op nummer 66. Dat is overigens best een goede ranking, maar als je het vergelijkt met de Ivy Leagues, dan denk je misschien in eerste instantie dat het niet een hele sterke ranking is. Als je kijkt naar andere criteria, bijvoorbeeld best in undergraduate research, best in teaching, dan staat de universiteit ineens heel hoog in de rankings. Het is maar net dus welke criteria je zelf voor opstelt. En hier moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk kijken naar de criteria en daar de criteria uit filteren die jij zelf belangrijk vindt. Om weer even terug te gaan naar de rankings. Ik zeg niet dat rankings helemaal nutteloos zijn. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat rankings algemeen en vrij subjectief zijn en niet zeggen over persoonlijke fit. Het andere belangrijkste is natuurlijk dat jij een universiteit vindt die past bij jouw persoonlijke wensen, doelen en mogelijkheden. En die wensen en in wat voor omgeving jij het beste tot je recht komt, dat zal voor iedereen in deze webinar vandaag anders zijn. Dus het belangrijkste dat je moet onthouden bij je zoektocht naar universiteiten is dat je altijd uitgaat van je eigen criteria en mogelijkheden. Naast de rankings heb je bij iedere universiteit te maken met verschillende toelatingseisen. De ene universiteit is nu eenmaal een stuk selectiever dan de andere universiteit. En als voorbeeld heb ik een aantal universiteiten op een rijtje gezet. Dus je ziet hier de gevraagde SAT en ACT scores, de toelatingstesten, en helemaal rechts de toelatingspercentages. Nou, voor een universiteit als Harvard University, een van de Ivy Leagues, zie je dat er zeer hoge testscores gevraagd worden. En ook dat het toelatingspercentage heel erg laag is. In het afgelopen jaar zijn er van de meer dan 43.000 aanmeldingen minder dan 2.000 studenten bij deze universiteit geaccepteerd. Nou, dat betekent dat je goed moet kijken hoe jij als student in dit profiel past. En daar moet je ook echt realistisch in zijn. Bij een universiteit als Harvard heeft het over het algemeen geen zin je aan te melden als je niet aan de minimumvoorwaarden voor toelating voldoet. En natuurlijk zijn de testscores niet het enige criterium waar je aanmelding op bekeken wordt, maar het algemeen geldt hoe selectiever een universiteit is, hoe belangrijker die testscores zijn. Het is ook wel logisch als je kijkt naar de grote hoeveelheid aanmeldingen die zo'n universiteit binnenkrijgt. Admissions officers moeten studenten ergens op gaan filteren en het behalen van de juiste testscores is dan een logisch criterium. Voor de andere colleges zie je dat er in sommige gevallen lagere testscores gevraagd worden, maar dat er ook weer veel grotere kans op toelating is.
Nou, als je al deze informatie voor iedere universiteit op een rijtje zet, krijg je al snel een goed beeld van je toelatingskansen en de toelatingseisen van iedere universiteit. Nou, ik deel deze informatie overigens niet om je te ontmoedigen. Ik denk als je niet aan de voorwaarden voldoet, dan kun je altijd nog proberen om een aanmelding in te dienen. Maar ik vind het belangrijk dat je kunt zien hoe je je toelatingskansen bij een universiteit kunt inschatten en hoe je deze kansen vervolgens kunt spreiden door je zowel bij selectieve als minder selectieve universiteiten aan te melden. Dus als je een droom hebt om naar Harvard University te gaan, dan moet je dit zeker proberen. Waarom zou je het niet doen? Maar daarnaast is het belangrijk dat je altijd een backup plan hebt. Dat kan een backup plan in Nederland zijn, maar dat kan ook zijn door je bij een aantal scholen in Amerika aan te melden, waar je een sterkere kandidaat bent en een wat grotere kans op toelating hebt. Amerikaanse universiteiten hanteren over het algemeen een holistisch toelatingsbeleid. Dat betekent dat ze niet alleen naar je cijfers en testscores kijken, maar ook naar jouw persoonlijkheid, je motivatie en je doelen. Waar een universiteit precies waarde aan hecht, dat verschilt per universiteit. Dus de ene universiteit zal meer nadruk leggen op hoge cijfers bijvoorbeeld, terwijl de andere universiteit meer kijkt naar je ontwikkeling of dat je misschien ook andere talenten hebt. Dus stel je maakt muziek, je hebt een eigen app gebouwd, misschien heb je een bedrijfje opgericht of je doet heel veel aan vrijwilligerswerk. Nou, dat zijn allemaal zaken die iets over jouw persoonlijke interesses zeggen. En een universiteit kijkt op dit vlak ook altijd naar een good fit. Met andere woorden, een universiteit kijkt of je op de campus past en stelt zichzelf misschien de volgende vragen. Bijvoorbeeld, hoe kan de universiteit bijdragen aan jouw verwachtingen en het behalen van jouw doelen? Is dit iets wat ze jou zien doen op de campus? Of is dat misschien iets wat je op een andere school beter zou kunnen doen? Kijk ook, wat kan jij bijdragen aan de campus? Kunnen andere studenten misschien iets van jou leren? Bijvoorbeeld omdat je uit Nederland komt en daar veel over kunt vertellen. Of dat je een ander perspectief in de lessen brengt. Nou, dat zijn allemaal factoren die van belang zijn in het maken van die toelatingsbeslissingen. Je moet dus altijd in je aanmelding goed beargumenteren waarom je je bij deze universiteit aanmeldt, wat je concrete doelen zijn en laten zien wat jij kunt bijdragen aan de campus. Nou, ik heb net uitgebreid besproken welke criteria je allemaal zou kunnen overwegen in je keuze voor een universiteit en hoe je zelf een inschatting kunt maken of je een good fit bent voor de universiteit. En als je al deze factoren in kaart gebracht hebt en voor jezelf een lijstje gemaakt hebt, dan kun je verder gaan zoeken naar de universiteiten. Er zijn heel veel opties in Amerika, zoals ik in het begin vertelde. Er zijn meer dan 4000 universiteiten. En het sleutelwoord hierbij is dat je flexibel moet zijn. Soms moet je een afweging gaan maken tussen die verschillende factoren. Als je budget bijvoorbeeld van heel erg groot belang is, dan kun je overwegen te zoeken naar universiteiten in meer landelijke gebieden en niet in de grote steden. Want net zoals in Nederland, zijn in Amerika de kosten van levensonderhoud nou eenmaal duurder in de grote stad dan op het platteland. Nou, daar kun je bijvoorbeeld op besparen door naar minder voor de hand liggende plekken te gaan zoeken. Waarschijnlijk zijn die plekken net zo interessant of misschien wel interessanter, maar is het niet iets waar je in eerste instantie aan denkt als je aan Amerika denkt. Nou, dat is één voorbeeld. Er zijn natuurlijk allerlei criteria en dat moet je voor jezelf op een rijtje gaan zetten. Nou, hoe ga je nu een passende universiteit vinden uit dat aanbod van meer dan 4000 universiteiten? Dat is natuurlijk best lastig, dus één manier waarop je die universiteit een beetje kunt filteren is via zoekmachines. En voorbeelden hiervan zijn College Board en Petersons. Dit is een voorbeeld van de College Board zoekmachine. Zoals je ziet, er zitten 3700 colleges in. Het zijn er geen 4000, maar de meeste universiteiten staan in deze zoekmachine. En in het linkermenu zie je allemaal filters waar je op kunt selecteren. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op de testscores die je behaald hebt of de selectiviteit van de universiteit. En op die manier kun je universiteiten vinden die aansluiten bij jouw profiel. Je kunt op locatie zoeken, op vakgebied, op kosten, op beursmogelijkheden, al dat soort factoren. Nou, hier is nog een detail van de filters die je kunt gebruiken, gewoon om je een beetje een idee te geven van hoe gericht je kunt zoeken. Je kunt dus zoeken op een vakgebied, activiteiten, sporten, of er fraternities of sororities zijn, nou ja, noem het maar op. Je kunt via de zoekmachines dus een behoorlijk gedetailleerd profiel samenstellen en daar aan de hand daarvan kijken wat daaruit komt aan universiteiten. Een ander voorbeeld is Petersons. Ook deze zoekmachine heeft allerlei filters. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op testscores, admission difficulty,
Je ziet dat je verschillende categorieën kunt aanvinken hier. Non-competitive zijn universiteiten met een groot toelatingspercentage, tot most difficult, die moeilijker zijn. Nou, met die filters kun je een beetje gaan spelen en kijken ja, welke universiteiten er naar voren komen als je verschillende filters toepast. Vervolgens is het, als je een paar interessante universiteiten gevonden hebt, belangrijk om altijd de website van de universiteit zelf te bezoeken. Dit is de belangrijkste bron van informatie voor je aanmelding. Je moet de informatie uit de zoekmachines altijd verifiëren op de website. Het kan best dat informatie over testscores of beursmogelijkheden veranderd is. En de universiteit is uiteindelijk degene die bepaalt wat de toelatingsvoorwaarden zijn. Ten eerste is het belangrijk dat je altijd gaat zoeken op de informatie voor international students. Universiteiten hanteren soms verschillende toelatingseisen voor internationale studenten. Ze hebben bijvoorbeeld specifieke beurzen voor internationale studenten. Dus hier op deze pagina moet je beginnen met het zoeken naar informatie over de toelatingsvoorwaarden. Een ander criterium goed is om te bekijken is de accreditatie van de universiteit. Dat is belangrijk, want je school moet geaccrediteerd zijn, zodat je diploma ook in Nederland erkend wordt. Nou, de meeste universiteiten hebben informatie over accreditatie op hun website staan, maar wij hebben ook links naar de belangrijkste accreditatieorganisaties op onze website. Wat goed is om te weten is dat de accreditatie van universiteiten in de VS niet landelijk geregeld wordt, bijvoorbeeld via het Department of Education, maar via regionale en vakspecifieke accreditatieorganisaties. De belangrijkste accrediterende organisaties zijn per regio ingedeeld. Schrik dus niet als je universiteit niet landelijk geaccrediteerd is, dat is normaal. En een handige website is die van GIA, de Council of Higher Education Accreditation. Daar kun je via een zoekmachine controleren of de universiteit in de lijst voorkomt. En als je aanmeldt voor een specifiek programma, kun je ook kijken of die opleiding geaccrediteerd is. Het is een vrij ingewikkeld systeem, dus mocht je twijfels hebben over de accreditatie van een universiteit, dan kun je altijd even contact met ons opnemen om na te vragen hoe dit precies zit. Nou, verdere informatie die je op de universiteit, website van de universiteit kunt vinden is informatie over de beursmogelijkheden. Ook hier kun je specifiek kijken naar de informatie voor internationale studenten. En houd er rekening mee als je aanmeldt voor een staatsuniversiteit dat er verschillende collegegeldtarieven zijn voor internationale studenten. Je kunt een overzicht vinden van de documenten die je nodig hebt voor je aanmelding, de scores die ze vragen, welke standardized test je moet doen en wat bijvoorbeeld de minimum TOEFL score is voor toelating. Als je een beeld wilt krijgen van de selectiviteit van de opleiding, dan kun je vaak op Admitted Students Profile zoeken. En dat is ook de manier waarop ik het eerdere overzicht wat ik je liet zien gevonden heb. En zeker de meer selectieve scholen publiceren altijd deze informatie. Het Admitted Students Profile geeft je eigenlijk een overzicht van de gemiddelde testscores van studenten die zijn toegelaten. Nou, dat geeft over het algemeen een goed beeld van de scores die je nodig hebt voor die universiteit. Verder kun je op de website van de universiteit natuurlijk meer kijken naar de sfeer, de vakgebieden die ze aanbieden, de majors, de minors en alle andere zaken die bij het campusleven komen kijken, zoals de studentenverenigingen, sporten en activiteiten. Tot slot, mocht je een vraag hebben voor de universiteit, wees dan niet bang om de admissions office te mailen met je vragen. Je moet ze natuurlijk niet 10 keer per dag gaan mailen, dan wordt het een beetje vervelend. Maar als je een vraag hebt over bijvoorbeeld beursmogelijkheden voor internationale studenten, dan kun je daar gerust een bericht over sturen. Nog wel 2 tips. Zorg dat je de website van de universiteit goed doorleest. Want als je allerlei informatie gaat opvragen die je eigenlijk heel makkelijk op de website kunt vinden, dan maakt dat niet zo'n goede indruk. En ten tweede, zorg dat je altijd zelf contact opneemt. Zoals je ouders bijvoorbeeld namens jou mailen, dan maakt dat geen goede indruk bij de universiteit. Maar je hoeft niet bang te zijn om vragen te stellen. De universiteit vindt het zelfs ook belangrijk dat je interesse toont. En vragen is een manier om dat te tonen. En die interesse kan ook zeker een verschil maken bij de uiteindelijke toelatingen. Universiteiten vinden het altijd belangrijk om studenten toe te laten die ook daadwerkelijk voor hen gaan kiezen. Ze weten dat je bij meerdere universiteiten aanmeldt. Dus stel een universiteit twijfelt tussen een paar even gekwalificeerde kandidaten, dan kan die interesse die je getoond hebt best wel uiteindelijk het verschil maken. Dus wees niet bang om contact te zoeken. Nou, tot slot, als je een beter beeld wilt krijgen van de sfeer op een universiteit, en dit is van een afstand natuurlijk wat lastiger te doen dan als je er persoonlijk langs zou kunnen gaan,
Dan kunnen bijvoorbeeld social media best wel nuttig zijn. Dus vaak kun je op YouTube campus tours vinden of filmpjes van studenten die je laten zien hoe het er allemaal uitziet, wat activiteiten zijn. En dat kan je best een goed beeld geven van die sfeer op een campus. Als je al dat onderzoek gedaan hebt, dan moet je natuurlijk je aanmeldingen gaan plannen. Eén tip is om alle informatie die je over een universiteit gevonden hebt te verwerken in een planning sheet. En je ziet hier even een kort voorbeeld. En zo kort is het niet, het is best uitgebreid. Maar je ziet hier een voorbeeld op deze slide. Nou, zo'n sheet kun je makkelijk samenstellen in Excel of in Google Sheets of wat je maar prettig vindt. En zo kun je alle scholen die jij interessant vindt in één overzicht met elkaar vergelijken. Dus op het voorbeeld heb ik Columbia University ingevuld. Je kunt het toelatingspercentage opzoeken, welke majors er zijn, of er activiteiten zijn die jij interessant vindt. En verder ook wat alle toelatingstesten zijn, of ze vereist zijn en wat de deadlines zijn. Nou, als je al die informatie op een rijtje zet, dan heb je al gauw een goed beeld van selectiviteit en wat je precies nodig hebt voor de aanmelding. Tot slot moet je een shortlist gaan maken. Dus als je al dat onderzoek hebt gedaan, je hebt al die universiteiten die je interessant vindt in beeld, maar het zijn er misschien nog een hele hoop. Ja, hoe ga je dat dan verder filteren? Nou, wij raden je altijd aan om je aan te melden bij maximaal tussen de 6 en 10 universiteiten. En we adviseren je daarin om een gevarieerde lijst samen te stellen, waarmee je onderscheid maakt tussen dream schools, reach schools en safe schools. Zoals ik al eerder zei, als je een droom hebt om naar een zeer selectieve universiteit te gaan, bijvoorbeeld een Ivy League universiteit, dan moet je dat absoluut proberen. Maar houd er rekening mee dat deze scholen voor niemand een safe school zijn. Dus zelfs als je academisch profiel aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, is de concurrentie bij deze scholen gewoon enorm groot. Dat maakt de kans klein dat je door het selectieproces heen komt. Dus je moet altijd een backup plan hebben. Dat kan een backup plan in Nederland zijn, maar ook in Amerika. Naast de REACH schools, Dream Schools adviseren je 2 tot 4 selectieve scholen. Dat noemen wij REACH schools. Dit zijn scholen waarvan jij denkt dat je op basis van de academische criteria een goede kans maakt op toelating. Je hoeft niet helemaal perfect te voldoen aan de eisen, maar waarvan je denkt ik zou best een goede kandidaat kunnen zijn. Nou, natuurlijk is toelating nooit gegarandeerd bij een Amerikaanse universiteit, maar in het algemeen kan ik zeggen dat je buiten de selectieve topuniversiteiten als Nederlandse student een goede kans hebt om toegelaten te worden bij een goede Amerikaanse universiteit, mits het een good fit voor je is. Want je moet hierin natuurlijk wel realistisch zijn. Dus kijk goed naar waar je aan de eisen voldoet. Nou, tot slot is het altijd verstandig een backup plan te hebben. Dit zijn je safe schools, waarvan jij eigenlijk op basis van je profiel kunt inschatten dat je een zeer sterke kandidaat bent. Het moeten natuurlijk wel scholen zijn die je zelf interessant vindt en waar je jezelf ook heen ziet gaan. Stel dat het heel belangrijk is om een studiebeurs te krijgen, dan is het bijvoorbeeld verstandig om je bij een aantal van dit soort safe schools aan te melden. Want als jij daar bij de aanmelding uitspringt als een hele sterke kandidaat, sterker dan gemiddeld, dan heb je namelijk ook een goede kans op beurzen. Dat zijn wat tips voor het samenstellen van je shortlist. En als je die shortlist eenmaal hebt, dan kun je verder met de laatste stap, namelijk het verzamelen van alle documenten en benodigdheden voor je aanmelding. En die aanmelding doe je niet alleen. Er zijn altijd verschillende partijen bij betrokken. De financiële aspecten van je aanmelding wil je waarschijnlijk met je familie bespreken, samen naar de mogelijkheden kijken. Je ouders moeten misschien papieren voor de beursaanvraag invullen. En verder moet je zelf alle gevraagde formulieren van de universiteit inleveren. Dat zijn vaak een hele hoop formulieren. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, bijvoorbeeld als je wilt dat je essays een keer nagekeken worden, dat we mee met je kijken naar de Common App en wat je hier precies invult, dan kun je altijd contact met ons opnemen. En dan kunnen wij met je meekijken naar de formulieren. Nou, tot slot heb je ook een aantal documenten van je school nodig en je moet ervoor zorgen dat je die op tijd aanvraagt. Voor de meeste universiteiten heb je de volgende documenten van je school nodig. Je hebt een uitdraai van je cijferlijsten nodig, meestal van alle schooljaren. En ook een vertaling ervan, zowel het origineel als de vertaling. Je school mag die vertaling zelf maken. En er staat ook een voorbeelddocument op onze website. Die kun je gewoon downloaden en gebruiken als basis voor de vertaling van je cijferlijst. En het is belangrijk om te onthouden dat je de documenten op basis van het Nederlandse systeem inlevert.
Ik krijg heel vaak de vraag hoe je het GPA omrekent, of Nederlandse cijfers naar het Amerikaanse lettersysteem. Nou, dat hoef je niet zelf te doen. Het is niet de bedoeling dat jij op je school je cijfers zelf gaat omzetten naar het Amerikaanse systeem. Want Amerikaanse universiteiten hebben hier hun eigen omrekentabellen voor. Of ze maken gebruik van een Credential Evaluation Bureau dat meer informatie geeft over het Nederlandse onderwijssysteem. Amerikaanse universiteiten zijn over het algemeen goed op de hoogte van hoe het Nederlandse onderwijssysteem werkt. Maar wat ze ook fijn vinden om te hebben is een school profile. En de school profile is eigenlijk een meer gedetailleerde omschrijving van je school. Nou, ook hiervan kun je een voorbeeld op onze website downloaden, wat je kunt gebruiken en verder kunt invullen. Maar het idee van een school profile is eigenlijk dat het de Amerikaanse universiteit context geeft over onder andere je opleidingsniveau, welke activiteiten er op school aangeboden worden. Met andere woorden, ja, welke kansen heb jij als student om je te ontwikkelen? Wat is standaard op een school en wat maakt jou misschien bijzonder of waardoor spring je eruit? Een Amerikaanse universiteit wil dus graag weten hoe het onderwijs op jouw school verschilt van wat standaard in Amerika aangeboden wordt. En om je een voorbeeldje te geven, Amerikaanse universiteiten maken bijvoorbeeld vaak gebruik van het ranken van leerlingen. Zo behoor je in Amerika soms tot de top 10 van je klas of de top 20. Nou, in Nederland is dat niet gangbaar. En dat is ook goed voor de universiteit om te weten. Tot slot heb je een aantal referentiebrieven nodig. Vraag je voor docenten die je goed kennen. Een Amerikaanse universiteit leest graag een brief die dieper ingaat op je ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld hoe jij je op zowel academisch als sociaal vlak ontwikkeld hebt. En ze willen dit ook graag geïllustreerd zien met voorbeelden uit de praktijk. Nou, daarom is het belangrijk om een docent te vragen die jou goed kent en die deze voorbeelden ook kan geven. Tot slot kom ik weer uit bij het Excel-sheet. Als je bij heel veel scholen gaat aanmelden, kun je ook de status van je documenten weer bijhouden in dat sheet. En zo kun je per school op een rijtje zetten wat ze precies van je nodig hebben en wat de status is van die documenten. Dat is zeker een handige manier om de aanmelding in de gaten te houden en voor jezelf overzicht te creëren in die weerwar van documenten. Nou, afhankelijk van de deadline waarvoor je aanmeldt, kun je in het voorjaar een reactie van de universiteit verwachten. Als je aanmeldt voor de early action of early decision deadline, dan krijg je vaak rond december of januari een reactie van de universiteit. En voor de reguliere deadline kun je in maart een beslissing verwachten. Nou, heel even kort het beslissingsproces nog uit te leggen. Amerikaanse universiteiten kunnen verschillende beslissingen maken. Je kunt natuurlijk direct worden toegelaten. Het kan met of zonder beurs zijn. Soms heb je een volledige beurs, soms gedeeltelijk. Maar een toelating is altijd goed nieuws. Het kan ook zijn dat je op een wachtlijst gezet wordt. En waitlisted betekent dat je op dit moment nog niet bij de toegelaten kandidaten hoort, maar dat de universiteit je aanmelding graag in de volgende ronde opnieuw wil bekijken. Je voldoet dus aan de toelatingsvoorwaarden voor een universiteit, maar je behoorde in deze eerste ronde misschien nog niet tot de sterkste kandidaten. Maar misschien is dat in de volgende ronde wel zo. Dus dat geeft je nog een tweede kans. Nou, tot slot kun je ook direct worden afgewezen. Een afwijzing is helaas altijd definitief. Dus dat is dan jammer. Maar hopelijk heb je op dat moment ook een aantal toelatingen. In alle gevallen heb je tot 1 mei om te beslissen naar welke universiteit je zou willen gaan. Nou, ik heb heel erg veel informatie met je gedeeld net. Maar ik hoop wel dat deze presentatie je een beetje een beeld heeft gegeven van de opties, hoe het aanmeldingsproces in zijn werk gaat en welke stappen je moet maken. Nou, alle informatie is, zoals ik al eerder zei, op onze website terug te vinden. Maar daarnaast organiseren we als vervolg op deze webinar later deze maand nog 2 webinars. Eentje over de financiering van je studie en een workshop over essay writing. En tot slot kun je in oktober vertegenwoordigers van meer dan 35 Amerikaanse universiteiten ontmoeten bij de Benelux College Night. Het evenement wordt dit jaar digitaal in verband met corona. Dus je kunt gewoon lekker vanuit je huiskamer inloggen, presentaties bekijken van Amerikaanse universiteiten en ook vragen stellen aan de admission officers. Het gaat heel leuk worden, dus schrijf je ook vooral daarvoor in. Je kunt altijd vragen stellen via het stel een vraagformulier op de website of een mail sturen aan ons. Heel erg bedankt voor jullie aandacht en ik wens iedereen een fijne avond en heel veel succes met je studieplannen, wat je ook gaat doen.